Maar laten we eens hebben over die verandering van meneer De Wever, waar hij het altijd over heeft. Kort, Antwerpen, daar zit u al 6 jaar mee in het beleid, samen met Patrick Jansjes. Dat klopt. U predikt daar het Antwerpen is van iedereen standpunt. U zegt dat er geen actieve opsporing mag zijn van illegalen. U voert daar het meest lakse inburgeringsbeleid dat mogelijk is. U voert in de Vlaamse regering, waar u aan de macht bent, met meneer Bourgeois, een inburgeringsbeleid waar de inburgeraar niet moet zelf voor betalen. In Nederland is dat nogthans wel het geval. Er is geen... Ja, maar als ik even mag, je hebt ook mogen praten. Er is geen test tot besluit van de inburgeringstrajecten. En de inburgering wordt niet gekoppeld aan de nationaliteitenwetgeving. Of aan de verblijfsvergunning. Alhoewel u zo pas de nationaliteitenwetgeving hebt gewijzigd in de steun van de N-VA. Dat is de praktijk, meneer De Wever. Dat is beleid. Dat zijn de steden en de niveaus waar u mee aan de macht bent. En waar u geen verandering realiseert. Waar we alleen maar meer van hetzelfde krijgen.